dit boek ligt hier voor ons. Willem IV, van prins tot koning. En dat gaat over Willem-Alexander. Je ziet hier beelden van een uitgestelde jeugd. Hij weet dat hij dat harnas moet gaan dragen. En zijn ouders hebben hem ook van harte geadviseerd. Leef het uit zolang je kan. Ik denk ook dat ik wel een gebied gevonden heb waar ik mij echt in vast wil bijten. Dat is het watermanagement. Pardon? Watermanagement. Waarom was het zo belangrijk dat het watermanagement voor hem werd bedacht? En wie heeft dat bedacht? Het is bedacht door zijn vader, prins Klaus. Die heeft het al in 97 diende het zich aan in dat interview dat jij met hem gemaakt hebt. Maar daarvoor had prins Klaus al een paar keer tegen hem gezegd: water, dat is interessant. Nou wil ik wel eens weten, in dat boek staat dat dat pardon, wat jij daar zo uitspreekt, dat stond vanmorgen. Stond in de krant, dat dat ingestudeerd was. Ja. En nou hebben de heren dat opgeschreven en nou zitten we hier aan tafel. Ja. Hoe voel ik je vind je het nou? Niet leuk voor de Volkskrant journalisten, maar het klopt niet. Jammer. Nee, dat was stom. Hè? Je was een beetje dom. Ze hebben in het Katshuis een brainstorm sessie gehad om te praten over hoe gaan we. Wie zijn ze dan? Sorry, dat zijn de staf van de prins, Willem-Alexander, Maxima en de Rijksvoorlichtingsdienst. In de voorbereiding is aanvankelijk bedacht dat Willem-Alexander ruiterlijk zou zeggen een beetje dom. Maar ook letterlijk zo, een beetje dom? Ja, en gaandeweg zou Willem-Alexander gezegd hebben tegen Maxima in dat gesprek: het is beter als jij dat zegt, want het heeft veel meer impact. Hey. Marga, laten we het over D66 hebben, want daar ben jij geweest. Ja. Was je daar al eerder geweest bij D66? Is dat een partij die jou aan het hart ligt? Volg je het? Ga je wel eens naar partijbijeenkomsten toe? Nee, nooit. Ik ga überhaupt nooit naar partijbijeenkomsten. Nou, ik ga altijd naar de markt op de fiets. En daar stond een bus. All you need is Lafbus. Dat was een D66-bus. Daar waren allemaal fantastisch aardige, keurige, lieve, leefde, fris uitzicht. Okay. Ja. Maar goed, die bus die stond dus naast een urinoir. Daarnaast stond Royaal, een stand van de VVD. En die maakte ongelooflijk veel herrie, dat moet ik zeggen. Ik vond ze ook eigenlijk een beetje volkser dan D66. Eén puntje even, dan moet je echt even. Ja. Hier, meer toezicht voor een veilig centrum. Ja. Nou, dat veilige centrum, er gebeurt op zaterdagavond bij ons wel echt vervelende dingen daar. Heel veel. Maar, nou komt het. Nou willen ze geen videocamera's. Dan denk ik, die mensen zijn nooit in die wijk geweest, die lieve, aardige tandarts en die aardige, gezellige. Die zitten ze op zaterdagavond of in het concert of in het theater. Stop, ik ben direct is het debat. Hoofddoekjes mogen niet meer toestemming hebben om in ieder geval te werken in ruimtes waar subsidie, waar overheidsgeld naartoe gaat. Maar het is een belangrijk voorstel voor de PVV. Het is een ontzettend voorstel, omdat het probleem natuurlijk niet is dat de moslimvrouw op een universiteit aangepakt wordt. Nee, je moet criminele jongeren, waaronder helaas veel Marokkanen, aanpakken. Dat zijn de problemen. En niet de moslimvrouw die op de universiteit een hoofddoek om heeft. Burgers zijn van dit land weten gewoon dat je je thuis voelt. Dat je weet hoe hier de wetten en regels zijn. En ook weet hoe we met elkaar omgaan. En er horen dingen bij. En dan kunt je die gaan belachelijk gaan maken op onderdelen. Dat mag. Maar het gaat ons om het totaalpakket dat je als burger volwaardig hier thuis bent in dit land. En voelt en meedoet. Dat is wat we willen. Voor mij is integratie participatie, meedoen. Het is niet assimilatie, opgaan in de rest en allemaal maar praten over hoofddoekjes en handjes geven en hoe de meid er van Sinterklaas eruit zou moeten zien. De VVD heeft als voorstel geen Nederlands spreken, geen bijstand. Wat vindt u daarvan? Nou, dit soort voorstellen, daar heeft Piet Hein Donner al iets over gezegd, dat zijn onuitvoerbare voorstellen. Er zijn ook Nederlanders die het moeite hebben met lezen, met schrijven, analfabeten, dus met andere woorden. Dat laat zich niet beoordelen langs de lijn van allochtonen, autochtonen. Ja, nou, ik zou voor onderwijs willen zeggen, daar val ik binnen het onderwijs misschien best te verschuiven. Maar ik vind dat richting het onderwijs wij de komende jaren moeten uitstralen dat daar niet op bezuinigd wordt. Ik zou er geld extra voor willen uittrekken. Maar er is een kwestie in Den Bosch, ik weet niet of je dat gevolgd hebt, waarbij een prins carnaval die toevallig homo is of andersom. Ja, niet in Den Bosch, maar toevallig. Ja. Dat ben je niet toevallig, hoor. Homo? Nee, maar prins carnaval wel. Prins carnaval wel. Die krijgt geen hostie tijdens de heilige mis. Ja. Antwoord is heel simpel, dat betreur ik. Punt. Ik zou die pastoor laten inburgeren.
Een beetje 2010 bijbrengen. We hebben wel eens onze discussie zo over imams, die haatzaaien. Ik vind dat een pastoor die in deze tijd, in 2010, omdat een homo praktiserend is, en ik begreep dat het bisdom dit zelfs op dit moment steunt, ik zou die ook maar eens op een cursus sturen. Misschien geen Nederlands, maar wel 2010 Nederland. Ja. Ik vind deze benadering, hoe wij benaderd worden als CDA als het gaat om het homo-vraagstuk, vind ik heel bijzonder. Er is een collega Kamerlid van mij die gezegd heeft, wij praten niet over, maar wij zetten ze in de fractie en wij zetten ze in het kabinet. En dat is niet praten, maar gewoon doen. Zorgen dat de volledige mensen geëmancipeerd worden. En dat doen wij. Frans, we kunnen eigenlijk best met elkaar regeren, als ik het zo hoor. Ja, toch? Ja. Nou, kijk, het probleem is natuurlijk dat de afgelopen weken in het midden een probleem is. PvdA en CDA hebben door een duurzame ontwrichting de keuzes wel heel beperkt gemaakt. Dus het wordt wel heel spannend richting 9 juni.